krijgen hier in het Klavier een klein kantoortje van de energiecollectief Loon op Zand, waar mensen in gesprek kunnen gaan over verduurzaming van hun woningen. De gemeente Loon op Zand heeft onlangs een eigen energieloket geopend. Inwoners kunnen op vrijdag tussen 2 en 4 in het Klavier terecht met al hun vragen over energie. Eklos is het energiecollectief van vrijwilligers, een vereniging in onze gemeente. En die doen met elkaar goed kijken wat kan en wat kan niet. Die kunnen ook de lokale omgeving inschatten en kunnen dus op maat adviezen maken voor onze inwoners. Alle vragen die mensen hebben over energie in hun huis of in hun bedrijf, over besparen, over duurzaam opwekken of anderszins, die zijn bij ons welkom. En waar wij voor staan is dat wij de energietransitie in de gemeente Loon op Zand willen stimuleren en op gang helpen. Ja, en het is ontzettend mooi dat al die vrijwilligers zoveel werk doen. En we hebben net een check cadeau gedaan aan de organisatie om voor €200 ledlampen te kunnen bestellen, die we vervolgens als voorbeeld kunnen laten zien aan onze inwoners om te besparen. Wat hoopt de gemeente met dit loket te bereiken? We hopen te bereiken dat een heleboel mensen minder energie gaan gebruiken. Dat kan vaak in hele kleine zaken zitten. We hebben lampjes in huis. Als we daar ledlampen voor plaatsen, doen we al 80% besparing van energie. Als we de ramen niet openzetten in de winter, als het heel hard sneeuwt, dan blijft de energie en warmte in huis. Maar ook zonnepanelen op dak of misschien een klein windturbinetje of een andere kachel waarbij je gebruik maakt van een warmtewisselaar, koude warmteopslag ook zoals hier in het gebouw. Ja, dat betekent dat je kan besparen.